één hele goede, frisse, geile zondagmorgen. Wij zijn om 8 uur 's ochtends in de auto gesprongen. Ik ben hier met mijn luidje. Ik ben om 8 uur 's ochtends. Niet? Nee, veel eerder nog. Oh ja, serieus? Nee. Half acht zijn we gaan rijden. Half acht zijn wij gaan rijden. Het is zondagmorgen en we zijn onderweg naar Eindhoven. Eindhoven de gangster. Wat gaan we in Eindhoven doen? Op het vliegtuig stappen. En waar gaan we heen? Naar de Ibiza. Oh mijn god. Ja. We're going. En natuurlijk. Wow. Back to the island. Hey. Natuurlijk met niemand minder dan mijn Loutje. Waarom? Ja, dus eigenlijk een lang verhaal. Ik ga het proberen kort te vertellen. Ik ben in contact gekomen met een heel leuk wimpermerk. Dat is It Lashes. It met TH. Zij heeft mij weer gevonden via de video's van Aura. Zodoende zijn wij in contact gekomen. We hebben een hele leuke samenwerking. En zij heeft een reis georganiseerd naar Ibiza. Voor onder andere trainingen, workshops. Niet alleen voor wimpers, maar ook voor wenkbrauwen. En ook gewoon om er even lekker tussenuit te gaan. Dus, en ze heeft ons gevraagd of wij mee wilden. Nou, eigenlijk, ze heeft mij gevraagd of ik mee wilde. En toen we dat aan het onderhandelen waren, toen was het eigenlijk een beetje zo van, zou het eigenlijk ook leuk zijn als Lau mee zo gaat? Dus we hebben dat geregeld, het is gefixt. We zitten met z'n tweeën in de auto en we zijn onderweg. En ik neem jullie gewoon weer mee tot het moment dat we daar vanavond in de club staan. Te dansje, want we gaan gewoon vanavond gelijk weer dansje. Voor de mensen die het niet begrijpen, dat is dansen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. En ik ga gewoon lekker trainen en oefenen en even de fijne kneepjes van het vak weer leren. We zijn er gewoon met een aantal andere wimperstylisten. En ja, het is gewoon heel tof om van elkaar weer te kunnen leren. Dus ik heb er zin in, ben benieuwd en let's go! We zitten in het vliegtuig. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, vanaf het moment in de auto naar nu heb ik weer klossende oksels. Stress bij de douane, automatisering van apparaten. Je hebt weer iemand nodig dat je moet de koffer inchecken. Het is echt rennen, vliegen, springen, duiken, vallen en opstaan. Maar, Lau, we zijn er. We zitten. We zitten in de airplane. Waar komt dit ineens? Lekker ding bij jou ook. Nou goed, het is wel leuk, want we zitten hier echt met de hele crew. Met alle meiden zitten gewoon lekker bij elkaar. Stylisten. Ja, echt. En ik voel me echt een noob nu, want zeg maar, in mijn omgeving ben ik misschien wel goed. Maar met deze mensen ben ik echt helemaal niks. En ik ga jullie voorstellen, dames en heren. Hallo, hoe heet je? Silja. En Silja is zeg maar gewoon nummer 1 wimpercellist van Nederland. Oh my god. Ja, echt, dat bedoel ik. Dus ik ga echt heel veel van jou leren. Ik ga stiekem afkijken. Dus ik heb er zin in. Oké, we gaan opstijgen. En we're ready. We zijn aangekomen op de plaats van de bestemming. Het is echt prachtig. Ik ga het zo meteen nog een keer voor jullie filmen. Laura en ik hebben echt een gigantische kamer gekregen. Moet je kijken, vanuit de hoek. Yo, daar zit ze ergens. En hier is gewoon een hele mooie, super grote badkamer. Moet je kijken. Tadaa. Dag schat. Dag schat. Dag schatje. Hele grote mooie douche, waarin we zelfs ook bijna kunnen zitten. En dan kijken, joh. Nee, dat is echt briljant. En deze villa is zo ongelooflijk groot. Maar goed, we moeten ongeveer nu klaarstaan. We gaan de stad in en we gaan daarna naar de Blue Marlin. Marlin? Blue Marlin. Oh, ja. Leuk? Die vind ik heel tof. Apart? Duim voor die zonnebril. Kom get fashion. Ja, vind ik leuk. Guys, kijk nou. Ik ben op mijn blijst. Palmboompjes. I just love palm trees. Blue Marlin Ibiza. Iedereen is hier echt in strandoutfit. En hoe ben ik? Longsleeve, spijkerbroek en sneakers. Ik weet niet, een korte broek op mijn lijf. Ik voel dat gewoon niet. Oh my god, we zitten aan zo'n schattig tafeltje met een hele groep. En ik heb echt een kat. Maar wat zei jij nou net? Dit is gewoon echt zo'n tent dat je... Oh, dat je dan dus de hele dag op het strand ligt te zoomen. Hierachter. Lekker zandjes te doen, lekker gezellig. Nog in je blote borsten, dus van de mannen lopen. Lopen dat dit! En dan ga je nu naar binnen, dan ga je wat eten, de DJ's al aan draaien en dan ga je gewoon dansen. Tot de muziek stopt. Het is toch fantastisch? Maar schat, heb jij niet zoiets van dat je gewoon zoiets hebt van, wij moeten verhuizen? Ja, ik ga mee. Oké, we hebben net een groepsfoto gemaakt, maar wij moeten ook iets anders doen, want... Zien jullie een beetje dat blauw daar en die mooie stenen, dat kun je eigenlijk niet zien, maar wij zien het met een blote oog wel. En we hebben net besteld. Hello en ik hebben een goed idee. Die wil je links komen. Ga
Ja, showtime! Dus we gaan even snel 5 minuten ertussen uitpiepen. En we gaan even, voordat we gaan eten en drinken, gaan wij mooie foto's maken op het strand. En dan kom je terug van het shoot van het strand en dan staat dit gewoon op je te wachten. Schat? Ja? Smakelijk! Dank je. Oké jongens, we hebben echt heel lekker eten op het bord liggen. Maar, wat had jij verwacht? Nou ja, een dik stuk vlees. En wat ligt er op het bord? Een schnitzel. Maar het is waarschijnlijk wel lekker. Ik ook wel. Let's eat. Goeie zonnige morgen. Het is nu de volgende dag. Ik loop hier langs het zwembad bij ons prachtig huis. De rest zit hier lekker aan de overkant een beetje te chillen. Ik ga gelijk zeggen, we hebben gisteren zo'n ongelooflijk gave avond gehad. We zijn bij Blue Marlin geweest. Ik heb natuurlijk weer net 2 drankjes te veel gedronken. We zijn er tot 1:30 denk ik geweest. We hebben alleen maar gedanst en gekletst en geouwehoerd. En dat was echt ontzettend leuk. We zijn om 9:00 opgestaan. Super lekker ontbijt, fruit, alles erop en eraan. Maar we krijgen nu een training, een Russian Volume. Dat is een nieuwe techniek van wimpers zetten. Dat je gewoon vele dunnere haartjes gebruikt. Dat je waaiertjes kan maken voor mensen. Dus het effect is gewoon fluffier. Het is voller. Ja, we zijn gewoon met een hele grote groep. Dus we krijgen nu in groepjes van 4. Krijgen we een eerste uitleg. En dan kunnen we op elkaar gaan oefenen. We krijgen deze training van Daria. Zij woont momenteel in Engeland. En ja, dat is gewoon kei gaaf om van echt iemand die hier super gespecialiseerd in is. Om daar gewoon een training van te krijgen. Dus ik ga het zo meteen even een paar dingetjes voor jullie filmen. En feel lucky guys. Moet je kijken. Oh mijn god, hier. Ik heb jullie het uitzicht nog niet eens laten zien. Maar dit is waar we zijn op dit moment. Dit is le uitzicht. De zee. En Lau loopt daar weer de boel te entertainen. Dat zal ook alweer eens niet. Left and open to the right. It is not good once again. Oké, we zijn volgens mij inmiddels al 3 uur verder. En ik heb alleen maar vennetjes zitten maken met hele dunne kleine haartjes. En dit is eigenlijk het resultaat. Moet je kijken. Hier. Zo, allemaal verschillende fans geoefend. En hier ligt zeg maar de rest wat allemaal niet goed is gegaan. Ik ga even een pincetje meenemen. Want ja, ik ga dit natuurlijk vaker doen. Ja, leuk. Wel. Nee, jawel. Kom. Kom. Hi. Hoi. Ik ben zo blij ook. Ik ben echt niet voor mij. Maar jij bent lekker. Schat, je doet het heerlijk. Ja. Wij zijn inmiddels in de binnenstad beland. En moeten jullie eens even kijken hoe mooi dit eruit ziet. Dit is gewoon zeg maar het stadje. En we zijn nu hier aangekomen. Want er moet gegeten worden. Er is hier, als het goed is, is er een tapaszaak in het centrum. Dus daar gaan we nu heen. En ik hoop dat dat er plek is. De vorige keer dat we er naartoe wilden, was er helemaal geen plek meer. Oké, guys. Ik ben nu even op dit moment op mijn lijst. Waarom? We hebben plek in het tapasrestaurant. Yes! Lau? Heb jij geregeld, hè? Ja, we zitten bij La Bodega. Dat is echt het lekkerste tapasrestaurantje van Ibiza. We gaan hier lekker eten en dan gaan we daarna lekker oude pizza in. Maar hoe leuk is dit? We zijn met een hele groep en het past op de stoel. Nou, en hier. Yes! Met z'n allen. Oké, ladies and gentlemen. De fried squid. Maar Lau, wil je even vertellen dat we een beetje te gierig zijn, al? Ja, hoi. We hebben al wat gegeten, maar we hadden zoveel. Hier, daar, daar. Alle bordjes leeg. Gewoon af in de eten, maar ik vloggen. Dus bordjes leeg. Maar er komt nog meer. Prawns. Oftewel gambas a la plancha. Dus als je ooit in Ibiza bent, moet je naar Tapas Bar La Bodega. Dat zit hier zeg maar aan het begin van het oude centrum. Hier ga je dan omhoog. En serieus. Mijn jasje. Echt serieus een aanrader. Echt heel lekker gegeten. Cause you be all my baby.
going anyway. 'Cause I'll be in your mind. I'm never gonna stay. And I play it on the streets. I'm never giving up. 'Cause I'm feeling this beat. Oh my god. Oh, kijk jongens, dit is het oude centrum. Nou. Oh mijn god, wat is het hier leuk, wat is het hier mooi, wat is het hier mooi. Oké, Lau, waar zijn wij? We zijn in de Pizza Town. En mijn vlog is alweer veel te lang, dus ik ga hem afsluiten. We zijn hier met z'n allen. En alsjeblieft, duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren en ik zie jullie volgende vlog. Hey! Unconditional love.